Ubi Emanuelsson, de overwinning waar heel Utrecht naar snakte. Ja, zeker. Ik denk dat je dat ook wel op het veld zag. We hebben gevochten voor iedere meter. En ik moet zeggen dat Heerenveen dat ook deed. En ik denk dat de mensen gewoon een hele leuke wedstrijd hebben gezien. En voor ons gewoon heerlijke overwinning. Ook voor de groep. Ik dacht gelijk al in de eerste helft bij die grote kans voor Cyril. Van nou, jullie begonnen goed. Jullie zaten er vol op. Veel strijd, veel inzet. En dan die kans, bijna een goal. En dan krijg je ineens 0-1 om je oren. Ja, ik denk dat hij was goed uitgelokt door Reza, geloof ik. En via de muur vliegt hij binnen. Op dat moment is dat natuurlijk balen. Ik denk dat we, wat je zelf zegt, redelijk aan de wedstrijd begonnen. Een aantal kleine kansjes. En dan is het jammer dat hij er natuurlijk bij hun invliegt. Ik denk dat we ons daarna toch wel herpakt, wil ik niet zeggen. Maar we zijn gewoon doorgegaan waar we mee begonnen waren. Dan schiet Yassine ook een prachtige vrije trap binnen. Gelukkig al gewoon binnen een paar minuten ook. Ja, dat is wel lekker. Omdat je dan toch weer op gelijke hoogte komt. Gelijk naar hun goal. En het kost, denk ik, zou toch wel kracht kosten. Als die goal van ons zou uitblijven, dan blijf je jagen. Wij pakten ons goed. En daarna via de counter met GC maakt hij de 2-1. En ik denk dat het op dat moment best wel terecht was. En mooi dat we dat in de tweede helft nog verder uit hebben kunnen breiden. We spraken elkaar ook na de wedstrijd in Groningen, waar Baaijbek zijn debuut maakte. En toen zei ik ook van, het is toch wel lekker om zo'n voetballer erbij te hebben in de ploeg. Hij is ook gewoon nu al gelijk heel belangrijk voor FC Utrecht. Wat verwacht jij nog van hem? laten we niet te veel druk op die jongen leggen. Maar ik heb even de statistieken erop nageslagen. In zijn beste seizoen scoorde hij er 4. Hij heeft er nu al 3 gemaakt. Dat record moet toch sneuvelen, denk ik. Nee, maar hij werkt ook hard. Kijk, de spitsen bij ons voorin krijgen allemaal heel veel informatie mee. Hoe er gelopen moet worden, hoe er druk gezet moet worden. Hoe er verdedigd moet worden. Maar ook aanvallend gezien hebben wij met Cyril en GC en Girano en Lucas gewoon hele slimme spitsen. We hebben in de vorige wedstrijden wat moeite gehad met de kansjes. Voetballend hebben ze wel gecreëerd, alleen vielen ze niet binnen. Maar ook Cyril heeft er geloof ik al 4 in liggen. Nu GC dan op 3. En ik denk dat de rest scherp houdt. Maar wat je net zelf aangeeft, het is fijn dat hij nog op de laatste dag nog naar Utrecht is gekomen. Ja, dan... De wedstrijd tegen Twente, dat was echt een incident, denk ik. PSV, dat zijn wedstrijden die kun je verliezen. Tegen Sanders Heerenveen moet je vooral thuis, denk ik, gewoon winnen. Is dit dan de boost die jullie nodig hebben naar AZ uit, naar NAC thuis toe, om ook in die wedstrijden gewoon een goed resultaat te kunnen halen? Nee, wij wilden vandaag gewoon een goede pot neerzetten. En we hebben de afgelopen wedstrijden gewoon een beetje moeilijk gehad. En dan is het lekker ook op deze manier. Ik denk dat we hier ook gewoon het sterkste in zijn. Dat we gewoon als team zijnde voor iedere meter moeten vechten om Heerenveen ervoor te zorgen dat ze niet scoren. Op het moment dat wij dat doen, dan hebben wij de spelers op het middenveld voorin die aan de bal zo goed zijn dat we altijd wel een kans kunnen creëren. En dat hebben we vandaag ook gezien. Nou, nu die uitwedstrijd naar AZ, ook een tegenstander waarvan jullie moeten winnen om eenzelfde seizoen te kunnen maken als vorig jaar. Hoe gaan jullie naar die wedstrijd toe leven, denk je? Wij leven nu gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. Kijk, dit geeft gewoon een heerlijk gevoel. En we moeten gewoon op deze manier doorgaan. Wat ik zeg, we hebben de laatste weken gewoon goed getraind. Toch weer de trainer zat er wat scherper bovenop dan normaal. En dan is het mooi dat we vandaag zo'n wedstrijd hebben neer kunnen zetten. Geniet ervan. Yes, zal ik doen.